Wat gaan we doen? Air Max vragen. Waar? Waar zijn we? Hier. En hoe heet het land waar we zijn nu dan? België. Nou. Vandaag ben ik met mijn papa en mijn opa naar Luik, België. Vandaag zijn we in Fort de la Sectreuse. Op deze locatie stond ooit een klooster. Het is ook in handen geweest van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook is het voortgebracht als gevangenis. Lopen naar het dak. Opa was al naar het dak, dus wij wisten niet waar hij eventjes was. Dus wij gingen op zoek. Dus wij konden het niet vinden. Maar toen wisten we het. Toen wist papa het. Want hij was toen gewoon ergens op dak of zo. Als je gaat Airhexplore, moet je wel goed kijken waar je loopt. En neem voor de zekerheid pleisters mee of andere dingen. Hier ook nog mensen. Ja, want er ligt een slaapzak op de grond. Je zit niet in een kelder. Wat? Het is gewoon... Misschien is er wel een kelder. Huh? Misschien is er wel een kelder. Misschien wel. Ga jij dan mee? Ja?
deur en zo. Ja, dat. Die deur. Ik denk als je zo'n deur, dat mag natuurlijk niet, maar zo'n deur nog best wat centen waard is. Ik vind het heel raar dan die deuren die overal liggen. Heel raar. We gaan hier door. Loop maar met het open. Hier, there's a chair. The chair is chilling? No. It's a wheelchair. Best wel koud eigenlijk. En ik vond het ook heel raar. We hebben al die banden daar zo lagen. En ik wist ook niet echt wat ze daar zo deden. Gelukkig. Hier staat op. Leg door en dan links. In het oudste gedeelte van het fort. Daar gaat naar beneden. Nou. Je bent eerst naar boven. Of eerst naar beneden, dus we moeten een keer beneden doen. Nee. Stap maar over al die deuren heen, loop ook maar vanaf. Op dit stuk moest je oppassen als er geen dak van naar beneden vielen. Ja.
Zie de bakstenen, die zitten gewoon ingegroeid in dat ding. Ja, het leek gewoon echt als dit een blauwe schoen was. Best wel gevaarlijk. Je moet goed weten wat je doet. Hier zo zie je dakpannen die uit de lucht kunnen vallen en op je hoofd kunnen vallen. Daar gaan we heen. Nu? Dit is waarschijnlijk een officierhuis. Hey, die heel paard is mooi. Ja.
zo'n dingetje voor te staan, hoor. Zo'n. Maar dit is nieuw gemaakt, hè? Hoe kan het? Dit is, ja, die is niet. Groeit het dwars doorheen. Geen takken. Ja, je hebt gelijk. Want die groeit is goed, man. En dit is het effect. Nee, het zijn losse. Misschien hebben ze dat willen samen. Ik hoop dat jullie onze video net zo bijzonder vonden als ik. Als je het ook een keer wilt doen, geef dan een dikke duim omhoog en abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo blijf je op de hoogte van onze nieuwe Urma Explorer video's.